Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Primark shoplog voor je. Ik ben een tijdje geleden weer naar de Primark geweest. En ik heb daar wel weer wat leuke dingetjes gekocht. Dus ik ga je in deze video laten zien wat ik dus bij de Primark heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes van de Primark, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer in beeld neerzetten. Er zitten ook wel dingen bij die waren afgeprijsd. En bij afgeprijsde producten of producten die in de aanbieding zijn, zet ik altijd een sterretje voor de prijs. Zodat je weet dat ik daar dus nu minder voor heb betaald dan dat het gekost heeft. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen. Ik heb allereerst een heel leuk t-shirt gekocht. En dat is dit t-shirt met deze kat erop. Ik vond hem zelf echt fantastisch. Er staat Me After a Weekend in Paris. Ik vond hem natuurlijk gewoon heel erg leuk vanwege de kat. Ja, ik ben dol op katten zoals je weet. Dus ik vond hem zelf wel heel leuk. Ik heb hem in een maatje M genomen omdat ik toch af en toe een beetje twijfel. Ik had het niet moeten doen, zie ik nu, want het is een 40-42, dus hij zal wat oversized zitten nu. Maar misschien valt het wel mee, dat gaan we zien met de aanbeelden. Ja, ik vond hem zelf wel heel erg leuk, dus die heb ik allereerst daar gekocht. De maten vallen dus best wel groot, maar ik heb ook wel eens dingen gehad van de Primark, dat ik dan achteraf dacht, goh, na een paar keer wassen dat ik het toch wat kleiner vond zitten, had ik het maar een maatje groter gekocht. Dus daarom heb ik het een maatje groter genomen. Nou, zo ziet het shirt eruit als ik het dan aan heb. Hij zit inderdaad wel iets ruimer, maar het valt me op zich nog mee. Ik had verwacht dat hij echt heel oversized zou zitten. Maar het gaat eigenlijk prima. Dus ja, ik vind hem wel heel leuk. En ik vind wit ook altijd wel lekker voor de zomer. Omdat het dan net weer wat koeler zit. Dan heb ik een pyjama gekocht. En ik ben zelf dol op pyjama's van Primark. Deze was trouwens eerst 8 euro. Ik heb hier allereerst dus een pyjama topje. Dit is hem. Kijk. En hij zit dus gekruist op de achterkant. Als ik dat goed kan laten zien. Zie je, hij loopt dus in een kruis. Ik vond hem zelf wel heel leuk. Ik had laatst een pyjama gekocht bij de Primark en die vond ik heel erg fijn. Het is een soort, ja, ik weet niet of je dat heel goed kan zien, maar het is een soort van satijnen stof, zeg maar. Ik weet niet of hij dat heel goed vastlegt, maar ik vond deze wel heel leuk. En hij was dus afgeprijsd. En ik heb deze wel in een maatje S en je kunt hem dus wel verschuiven, want er zitten dus hier van die dingetjes en daar kun je hem dus mee groter en kleiner maken. Dus dat is deze pyjama. Dit is een topje althans en er hoort uiteraard ook een broekje bij. Die heb ik wel in een maatje M en deze was ook eerst 8 euro. En dat is dan dit broekje. Dat zit gewoon heel lekker. Ik denk ook wel dat het leuk matcht zo met elkaar. Ik hoop wel dat hij goed zit, want hij ziet er wel groot uit, maar er zit wel stiekem in. Dus we gaan het gewoon zien, trek hem gewoon lekker hoog op. En weet je, het is toch alleen maar voor slapen. Je hebt het toch alleen maar in je bed aan, dus dat is verder dan prima. Dus ik ga wel zien of dat goed gaat, ja of nee. Nou, het topje zit eigenlijk heel goed. Hij past eigenlijk heel makkelijk bij mijn lichaam, dat vind ik wel fijn. Ik vind ook het kruisje op de rug best wel grappig gedaan eigenlijk. Het broekje zit wel ietsjes te groot, maar op zich vind ik dat voor de nacht niet erg. Hij valt gewoon iets langer en net wat ik zeg, ik slaap er toch alleen maar in. Dus ja, met slapen zijn hele strakke kleren toch niet heel erg fijn. Dan heb ik een heel leuk vestje gekocht en deze was eerst 10 euro en dat is deze. Het is gewoon een lekker vestje met knoopjes. Die je gewoon ja, lekker aan kunt trekken. Ik ben dol op vestjes. Ik heb deze ook in een emmetje. Dan zit die ook iets ruimer. Dan zit die misschien aan de onderkant ook wat lager. Want het probleem is bij mij met S'jes. Het zit altijd een beetje te kort. Omdat ik eigenlijk best wel lang ben. En voor mijn ja, lichaam heb ik S nodig. Maar het valt vaak soms wat korter. Maar ik vond dit kleurtje wel heel erg leuk. Ik heb zoiets ook absoluut nog niet in de kast hangen. Dus ik vond hem wel heel leuk. Ik denk ook dat hij lekker breed zit. Of lekker lang zit bij de mouwen. Ik vond hem zelf wel heel leuk. Gewoon lekker met een ja, leuk shirtje eronder of zo. Dus ik zag dit wel voor me. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee met deze.
Het vestje zit inderdaad wel super ruim. Dat vind ik bij de mouwen wel heel lekker. Maar hij oogt misschien zo wat vormloos vanwege mijn lichaam. Omdat hij er een beetje omheen zakt. Ook zit hij gewoon de mouwen bij de oksels zitten best wel groot. Maar ik vind het voor de winter of de koudere dagen niet erg. Al zit hij wat ruimer. Dan heb ik twee hele leuke vaccinelichtjes. Vaccinelichtjeshouders gekocht. En dat zijn deze. Kijk, het is een bloemetje. Hier kun je dus gewoon een vaccinelichtje in doen. Ik heb er dus twee. Ik vond ze wel heel leuk. Je had ze in het roze en in het groen. Maar ik vond de roze wel heel leuk. En ik zag dit wel in huis voor me. Ik moet wel zeggen, ik doe hier meestal van die nepvaccinelichtjes in. Op een batterij. Want ik vind echte vaccinelichtjes met katten best wel eng. Maar ik vind het vormpje wel heel leuk. En ik zag dit wel in het roze huishouden bij mij staan. Dus ik dacht, nou, die ga ik toch gewoon kopen. Dus die vind ik zelf wel heel erg leuk ook. Dus die gaan een heel leuk plekje krijgen in mijn huis. Zo ziet het er dan uit als de brandnetjes staan. Ik heb er nu even gewone vaccinelichtjes in gedaan. Maar ik wil hier dus van die nepvaccinelichtjes in doen. Want zoals ik vertelde, vind ik echte vaccinelichtjes met katten een beetje gevaarlijk. Maar ik vind het wel heel leuk staan. Past die wel heel goed bij. Dus ja, ik vind het wel heel erg gezellig zo. Dan heb ik de Pepsi Lip Balsam gekocht. En ik wilde deze eigenlijk toen al hebben toen ik in Utrecht was met Nathalie. En toen heb ik hem eigenlijk niet gekocht. En nu zag ik dat ze hem bij de andere Primark ook hadden. Ik heb trouwens ook een hele fijne lippenbalsem van Pepsi gekregen voor mijn verjaardag van Nathalie. Die is ook heel fijn, maar ik vond deze wel heel grappig. Omdat hij dus echt zo, ja, gewoon het figuur vond ik zelf wel heel leuk. Ze zijn niet super goedkoop, dat zeg ik gelijk bij. Maar het is echt zo'n cola. Met dat cola erbovenop en dan gewoon lekker met zo'n rietje erin. Ik vond het gewoon heel tof. Dus omdat hij toch wel in mijn hoofd was blijven zitten, heb ik hem uiteindelijk dus alsnog gekocht. Read my lips. Open me like this. Oh ja, je moet hem dus gewoon zo open draaien. En dan is dit de lippenbalsem. Dus die vond ik gewoon heel leuk. Dan heb ik nog een lipkitje gekocht. Die kostte normaal 5 euro. En ik heb laatst een keer een lippenset gekocht bij de Primark. Die vond ik heel fijn. En hier krijg je twee producten in. Kijk, het is een rode kleur. Hij zit verder nog dicht. Maar het zijn twee potloden als het goed is. Als ik het zo goed bekijk. Ja, het zijn gewoon potloden waarmee je lippen in kunt kleuren met een creamy effect. Ik vond hem zelf gewoon wel heel interessant. Net wat ik zeg, ik heb de laatste keer een lipkitje geprobeerd van de Primark. Die vond ik heel fijn. Ik vond het wel leuk toen ik deze zag. Ze zijn trouwens ook cruelty free. Ik zie niet erop staan dat ze vegan zijn, maar wel cruelty free. En dit is de PS Wet look trouwens. Dus die vond ik wel heel leuk eruit zien. Het is een lip gloss crayon. En een liquid gloss. Dus dit is de liquid en dit is dan die andere. Die vond ik ook wel heel leuk. Dan heb ik nog een oogschaduwpaletje gekocht. PS Starry Eyes. En dat is deze. Kijk, en ik vond hem wel heel leuk, want hij beweegt zo. Hij heeft een soort van 3D effect. En als ik dit doe, kijk, hij verkleurt dus. Dat vond ik zelf wel heel leuk. Ik heb wel even goed gekeken of ik er eentje had die natuurlijk heel was. Er zit een spiegel in. En dan krijg je dit soort kleurtjes. Ik nu heel goed in. Ze hebben hem wel. Ze is er wel ingedipt, zie ik nu. Tenminste, dat lijkt zo. Kijk, als je naar deze kijkt, lijkt hij alsof er ingedipt is. En ik heb het niet gedaan. Maar ik vond het wel heel leuk uitzien. Het zijn wel kleurtjes die mij aanspreken. Ja, jullie weten dat ik hier dol op ben. Ik vond hem zelf wel heel leuk. En volgens mij heb ik eigenlijk nog nooit oogschaduw van Primark gehad. Dus ik dacht, nou, ik vind het wel leuk om gewoon eens te kijken dat het wat is. Deze is trouwens wel vegan. Maar ik vond hem er gewoon heel leuk uitzien. Dus die. En dan heb ik als allerlaatste dit tasje gekocht. Ja, het is een tasje van Mickey Mouse. Hij zit zeg maar, je kunt hem dus inklappen en dan zit hij dus in zo'n zakje. Je krijgt namelijk geen gratis tasjes meer bij de Primark. Want bij de Primark moet je nu ook voor die papieren tassen betalen.
En ergens snap ik het niet zo goed, want papier wordt natuurlijk best wel goed verwerkt. Hè? Dat schijnt hier beter te zijn dan plastic. En ik had eerst alles in mijn tas gestopt. Alleen ik was dus dat kattenshirtje ergens onderweg verloren. Dus die moest ik later, die heb ik later dus weer van even opnieuw gepakt. Die heb ik dus gewoon, die heb ik gewoon in de winkel ergens laten vallen zonder het te merken, want ik had geen mandje. En toen heb ik hem dus, toen ben ik opnieuw in de rij gestaan met een nieuw shirt om hem af te rekenen. Toen heb ik dus de tasje erbij gekocht. Omdat je dus geen tasjes meer krijgt. En het is gewoon zo'n handig opvouwbaar tasje. En hij is van Mickey, ik vond hem wel leuk. Die dingen komen altijd wel weer van pas. Dus die heb ik dan altijd nog eventjes gekocht. Ik vond hem zelf wel grappig. En ze komen, net wat ik zeg, altijd weer van pas. Dus dat is wel handig. Dan waren dit al mijn aankoopjes die ik dit keer bij de Primark heb gedaan. Het zijn niet super veel dingetjes, maar desondanks ben ik er wel heel blij mee. De ene keer ligt er ook meer wat je aanspreekt dan de andere keer. Ik vond het wel leuk dat ik wat dingen in de sale vond. Ik vond het ook wel leuk om een keertje wat bij de home afdeling te kopen. Ik kom normaal wel langs de home afdeling, maar eigenlijk... heb ik er nog nooit wat gekocht en nu dus wel. Ik ben in ieder geval wel weer heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij nog wel eens naar de Primark gaat. En of dat jij er nog wel eens leuke aankoopjes doet. Of wat jij eventueel het leukste aankoopje vond wat ik bij de Primark heb gedaan. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!